FC Groningen gaat met ingang van volgend seizoen werken met een nieuwe technische structuur. Manager Technische Zaken Henk Veldmaten blijft binnen die structuur eindverantwoordelijk voor het technische apparaat van FC Groningen. Het is nog niet helemaal afgerond wat betreft de invulling. Er komt een technisch platform waarin er uit verschillende geledingen afgevaardigden is. Die uh, zeg maar in dat platform plaatsneemt, daar geef ik leiding aan. En met elkaar zullen we de besluiten die genomen moeten worden, uh, de adviezen die, die gegeven moeten worden, die zullen we voorbereiden, die zullen we voorleggen aan, uh, aan, uh, aan de directie. Dus met andere woorden, een wat breder draagvlak onder beslissingen. Uh, aan de andere kant, wij overlegden al heel veel met elkaar. Beslissingen werden eigenlijk altijd al in gezamenlijkheid genomen. Maar het is net een wat meer een formalisering van die procedure. En uh, ja, dat, dat gaat dus gebeuren. Een andere verandering is dat uh, we nu een uh, hoofdscouting hebben. Uh, ik was dat altijd waarnemend. Ik deed dat eigenlijk altijd als een uh, belangrijkste taak binnen mijn functie als uh, technisch manager. Nu heeft Jurik die taak op zich gekregen. Dus die is daar, uh, daar dan weer verantwoordelijk voor. Waarom die wijzigingen? Dat heeft te maken met de ontwikkelingen die binnen de club hebben plaatsgevonden. We hebben daar de afgelopen tijd, en die ontwikkelingen zijn op dit moment niet, niet om over naar huis te schrijven in die zin dat we geweldig presteren. Maar nou, dat leidt tot discussie, dat leidt tot, tot gesprekken over het functioneren van, van, van mensen en personen. En uiteindelijk leidt dat dan tot een aanpassing in, 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 in het beleid. En nou, dat is dus eigenlijk de onderliggende gedachte. Heel veel dieper hoeven, en wil ik daar ook niet op ingaan, want dat hebben we intern, hebben we intern zo besproken. Veldmaat kreeg de laatste tijd veel kritiek te verwerken op zijn functioneren binnen FC Groningen. Nou ja, dat is denk ik logisch. Op het moment dat je onder je verwachtingspatroon presteert, dan, dan ontstaan er kritische geluiden. Of die altijd terecht zijn of niet terecht zijn, dat is, dat is een discussie. Het ligt aan meerdere factoren. Hè. Uh, miskopen om dan het thema in de mond te nemen, is natuurlijk niet alleen een verantwoordelijkheid van degene die ze gehaald heeft of die ze gescout heeft, dat is ook een verantwoordelijkheid van de speler zelf die zich hier aan moet passen. Dat is de verantwoordelijkheid van een staf die met een speler aan de slag moet. Nou ja, goed, dat kun je per speler analyseren en dat hebben we ook gedaan. Maar goed, dit leidt tot wel, dit leidt wel tot, een, tot een verandering in beleid. Dus ik verwacht niet dat het een hele grote is, maar het is wel een, een bijdrage aan zorgvuldigheid.